Welkom bij weer een nieuwe Q&A van Digifoto Pro. We hebben weer een aantal toffe vragen binnengekregen en een aantal leuke foto's. Dus die gaan we even bespreken. De eerste vraag is een vrij lange vraag van GW. Hij of zij zegt, ik ben van plan mijn eerste camera aan te schaffen die ik vooral voor algemene fotografie en interieurfotografie, vrij donker interieur, wil gebruiken. Zeker met het oog op de ISO voor het interieur zou ik het liefst een full frame willen, maar daar heb ik nu gewoon het geld niet voor. En voor occasions, dat ziet hij niet zitten. Ik denk dat ik voor de Canon 700D kit ga met als eerste lens de Plastic Fantastic 50mm 1.8. Wat zou een goede en betaalbare tweede groothoeklens zijn met het oog op interieurfotografie? En twee, is er een specifieke technische term slash codering waar ik op moet letten als ik bij het kiezen van lenzen al rekening wil houden met een latere uitbreiding naar een full frame? Dat zijn meerdere vragen. Laten we bij het begin dan beginnen. Die Canon 700D met een 50mm 1.8 en een kitlens. Dat is niet gek. Zeker een prima instapmodel, zou ik zeggen. 50mm is natuurlijk een goedkope, de Plastic Fantastic, de 1.8 50mm is goedkoop, maar wel presteert heel goed. Dus dat is de classic om daarbij te hebben. Dus dat zit al goed. Maar ja, voor interieurfotografie is eigenlijk de tweede vraag. Wat is daar een goede tweede lens voor? Dat is lastig. Want als je constant wil rekening houden dat je naar full frame gaat, dan kom je al heel snel in een heel duur segment terecht qua objectieven. En dan zit je al snel aan duizenden euro's te denken als je bijvoorbeeld een brandpuntafstand wil van 10 tot 22 of van... Dat is echt heel lastig. De andere kant, Canon heeft wel een aantal lenzen die vrij betaalbaar zijn. En die alleen geschikt zijn voor een APS-C sensor van Canon. Mm-hmm. Dus dat is veel goedkoper. Je hebt bijvoorbeeld de 10 tot 18, die is ongeveer 250 euro. Dat is natuurlijk helemaal niet gek om die nieuw te kopen. En dan kun je die niet meenemen als je overstapt naar full frame. Maar aan de andere kant, zo duur is hij niet geweest. En je kan hem altijd weer verkopen. Ja. Dus dat zou een optie kunnen zijn. En dan wat betreft ISO-waarde voor interieurshots, zou ik zeggen, als je een statief gebruikt en je gebruikt een lange sluitertijd, dan kun je die ISO nog redelijk beperken. Dus dat is ook wel het beste. Want als je een interieur gaat vastleggen, er zitten schaduwen in, dat heb je best wel wat dynamisch bereik over het algemeen nodig. Dan moet je de ISO eigenlijk zo laag mogelijk houden. En het is natuurlijk een statisch iets. Het is een woonkamer bijvoorbeeld. Ja. Daar beweegt niks, dus dan maakt het ook niet uit als jij een sluitertijd van 3-4 seconden gebruikt, zolang de camera maar stilstaat. Ja, precies. Dus dat, eigenlijk moet je er ook meteen een statief bij aanschaffen, zodat je voor interieurshots, dat je daar gewoon klaar voor bent. En dan is eigenlijk lage diafragma is dan wat minder van belang, dat je daar dat een grote diafragma opening is. Ja, je kunt hem zelfs beter een klein beetje dicht draaien. Ja, omdat voor de scherpte. Ja, dat je meer scherpte hebt, want dat is dan... Heeft toch prioriteit aan boven de lichtsterkte. En full frame doet het natuurlijk veel beter. Ja. Wat betreft dynamisch bereik ook. En wat betreft de ruis bij ISO-waardes. Maar goed, als je dat dus op zo'n kitlens, als je dat laag haalt door een statief te gebruiken, dan zou ik eigenlijk gewoon aanraden, koop daar die 10 tot 18 maar bij. Want dan heb je meteen een prima lens voor erbij. En... niet duur. Dus voor het geld hoef je dat dan niet te doen. Als je al iets duurder wil kijken, als je toch die lichtsterkte wil, dan heb je bijvoorbeeld een Tokina 1116. Dat is ook een breedhoek. Die is aan de andere kant weer niet optisch gestabiliseerd. Dus dat is weer het verschil dan met die 10 tot 18 die dat wel heeft. Ja. Dus dat betekent ook weer dat je uit de hand misschien net iets minder kan fotograferen. Mm-hmm. Heb jij verder nog tips hiervoor? Het is natuurlijk wat je zegt als je hem verkoopt. Ja. En je stapt over naar full frame, dan heb jij je besluit je oude camera te verkopen. En dan heb je wel een heel compleet pakket ook wat je dan kunt verkopen. Want dan heb je van 10 tot 55mm heb je eigenlijk alles. Dan hou je die 50mm lekker. Ja. Dat is gewoon een topding en die kun je ook op een full frame camera gebruiken. Ja, met die 50 ben je sowieso klaar. Ja. Ja. En wat je ook nog zou kunnen proberen is een keertje zo'n lens huren. Dat is, helemaal niet zo duur. Het kost je misschien 10 of misschien 20 euro. Misschien ergens ertussenin. Maar dan kun je eventjes proberen
hoe dat je bevalt. En dan, dat is ook leuk voor je interieurfotografie. Dan merk je ook een beetje van, nou, is dit het type interieurfotografie wat mij aanspreekt? Mm. Lukt het een beetje? Weet je, is die lens afdoende voor wat ik wil? Misschien wil je nog wel breder gaan dan 10 mm. Het ligt natuurlijk aan, kijk, als je iets voor Funda gaat doen, dan moet je dat niet doen, want dan krijg je echt een fisheye. Vertekeningen, dat is niet meer te corrigeren. Nee, precies. Maar het kan wel heel handig zijn om gewoon even een dagje met zo'n lens aan de gang te gaan. Ja. En dan heb je ook een beetje een gevoel voor die lens. Want zo'n Tokina is bijvoorbeeld wel een hele degelijke lens. Zeker. En die van Canon is toch wel iets meer plastic en wat lichter. Ja. En dat is wel fijn als je dat even kunt uitproberen. Ja, ja, maar dat uitzicht dan meteen weer in de prijs. Want die Tokina is misschien 2-3 keer zo duur. Ja, dus daar ben je meteen veel meer geld mee kwijt. Maar ja, als je het op de langere duur bekijkt, als je voorlopig echt niet naar full frame gaat, dan is het misschien een prima investering. Mm-hmm. En eigenlijk is het camera-apparatuur huren en überhaupt lenzen in het algemeen huren. En dat is in Nederland niet zo groot. Ik merk dat in Amerika, daar heb je bijvoorbeeld Lumoid. Daar kun je bijvoorbeeld een weekendpakket voor $30. En dan krijg je bijvoorbeeld deze met nog een Canon 5D Mark III. En nog een dat kost dan $30. En dan wordt het opgestuurd, stuur je het weer in een pakketje terug. Dus het is ideaal. En hier is dat helemaal niet aanwezig, zo'n dienst. Nee, dat, hier is het vooral in de videowereld. Ja, daar wordt eigenlijk alles gehuurd. Ja. Maar fotografen, die zijn... Ik heb natuurlijk het idee dat veel fotografen hier heel erg gehecht zijn aan het hebben van eigenaar zijn van een eigen camera. Ja, dus. Ja, precies. En de codering. Ja. Dat is één ding nog waar we het over moeten hebben. Ja, dat is natuurlijk merkafhankelijk, hè? Want Canon heeft dan EF voor full-frame lenzen en EFS voor lenzen met de cropfactor. Sigma heeft ook weer zijn eigen DC voor croplenzen. Overigens hoorde ik wel dat het kan wel. Je kan een EFS-lens, je erop draaien, maar dan krijg je een enorme vignet rond het beeld. Dus je krijgt absoluut niet het volledige beeld. Nee. Dus dat is eigenlijk waar je dan meteen mee zit. Ja, het past wel, maar het ziet er niet uit. Nee, het ziet er niet uit. Tenzij je op een of andere kunstzinnige manier daar om gaat. Maar dat werkt over het algemeen gewoon niet. Maar ja, dat is dus de codering waar je op moet letten, die is er dus eigenlijk voor elk merk heeft er wel één. Ja. En het is, elk heeft weer een andere afkorting. Dus je zult dat eventjes moeten bekijken per lens of per merk, wat voor aanduiding zij gebruiken. En dan, als je ze eenmaal in je hoofd hebt, dan weet je waar je op moet letten. De volgende vraag komt van Joris Ribbink. En hij zegt, ten eerste, erg leuke vragen rond, dus ik geniet en leer ervan. Nou, dankjewel. Leuk om te horen natuurlijk. Ja, vinden we heel tof. En zijn vraag is, is het gevaarlijk om Magic Lantern op mijn 5D Mark II te installeren? Want ik lees wisselende verhalen. Gevaar, hè, dat kan van alles zijn. Is het gevaarlijk voor je camera zelf, voor de software? Ja. Of is het voor je garantieperiode bijvoorbeeld gevaarlijk? Gevaarlijk, dat als je je camera een keer opstuurt, dat men dan zegt bij Canon, nou, jij hebt Magic Lantern erop staan, dus je hebt het allemaal zelf kapot gemaakt. En zoek het maar uit. Ja. Je hebt iets meer ervaring met video en ook met Magic Lantern, geloof ik. Ja. Dus stelt op zich niet zo gek veel voor, toch, het installeren? Nee het installeren is heel makkelijk. Je pakt een SD-kaart, die formateer je op een speciale manier. Dat staat op de site hoe je die moet formateren. En vervolgens zet je er een paar bestanden op. Die pak je uit op de camera door op de camera in het menu te gaan naar firmware update. En dan is er één beschikbaar, zogenaamd. Die staat op dat SD-kaartje. Ja. Dat installeer je, dat is 10 seconden en dan staat het erop. En dan heb je in principe in één keer veel meer functionaliteit, vooral gericht op video. Maar ook kleinere dingetjes. Wat ik zelf vaak gebruik is bijvoorbeeld de witbalans, die je gewoon in de graden Kelvin kan gaan draaien. Dat zijn van die kleine toevoegingen die heel fijn zijn, vind ik. Maar ook voor timelapses zit er bijvoorbeeld iets in. Dus qua fotografie zijn er nog ook wel wat redelijke voordelen. Ja. Maar voor video vooral, dat is het voordeel wat je eraan hebt. Ja. Ik zou zelf zeggen, je kan dat eigenlijk zonder gevaar wel proberen. In het allerergste geval haal je het kaartje eruit en dan formateer je het kaartje weer op de computer ergens en dan is hij gewoon weer leeg en dan doet je camera weer precies zoals hij deed voordat je ermee begon. Ja. Dus het is in die zin volgens mij zonder gevaar. Ik heb ook eigenlijk geen verhalen gehoord, ook op die fora van Magic Lantern zelf, van mensen die zeggen, nou, mijn camera is nu helemaal kapot dankzij
Magic Lantern. Ja. Dus dat is gewoon niet echt gebeurd. Als dat is gebeurd, zijn het Indianenverhalen. En in die zin, ik heb zelfs ook het verhaal gehoord dat iemand een kennen terugstuurde die kapot was. En daar had Magic Lantern op gestaan en daar is helemaal niks over gezegd. Ja. Nou, kijk. Dus dat zou eigenlijk gewoon moeten kunnen. Het is ook bijna niet zichtbaar, weet je. Zeker als je het toestel terugstuurt om hardware redenen, weet je, dan gaan ze niet eens kijken naar de software. Ja. Dus in die zin zou ik het gewoon doen en uitproberen. En daar kun je alleen maar eigenlijk voordeel mee hebben. Ik denk dat je blij bent als je het hebt geprobeerd. Ja, precies. Ja. Eén ding is natuurlijk dat het is altijd op eigen risico, dit soort dingen. Ja. Dat kan afschrikken, dat een beetje afschrikkend werken. Ja. Maar ja, het risico is dus relatief laag. Waar je wel een beetje rekening mee moet houden is dat Magic Lantern is een open source programma. Ja. Daar wordt door, ik weet niet, zit daar een community achter? Daar zit een hele community achter, ja. En het gebeurt zo nu en dan dat ze daar een grapje in verstoppen. Ja. Zoals afgelopen 1 april van vorig jaar. Toen kregen ineens heel veel gebruikers zo'n blauwe foutmelding die je bij Windows hebt. Zo'n blue screen. Ja, een blue screen. Die kregen zij ineens op een camera te zien. Dus die schrokken zich helemaal wild. Ja. Maar dat bleek een grapje van een ontwikkelaar. Ja. En ja, dat is natuurlijk niet fijn als je net druk bezig bent met een shoot of met een film. Nou, dat is op zich een heel goed punt ook. Want kijk, Magic Lantern is in principe het is een firmware hack. En wat daarmee gepaard gaat zijn bugs. Het is onstabiel. Ja. En als je een bruiloft fotografeert of als je een belangrijk evenement daar staat en je moet het op dat moment goed doen of je hebt een belangrijke shoot, dan is het misschien niet handig om Magic Lantern op te hebben, want je camera kan vastlopen. Of hij kan vastlopen en dat wil je niet. Of de foto's zijn corrupt of je kan daar echt gedonder mee krijgen. En dan is het veilig om het niet te doen. Maar ja, dat is een kwestie van het kaartje eruit halen, het kaartje formateren en je bent gewoon weer terug bij de normale firmware. Dus ook dat is eigenlijk geen reden om het niet gewoon een keer te proberen. Want je kan altijd terug. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja, de volgende vraag komt van Geert Arends. Die vraagt, de nieuwe Sony A6300, zorgt die camera ervoor dat 4K ook in andere instapmodellen komt bij andere cameramerken? Het lijkt me een interessante camera. Het lijkt ons ten eerste zeker een interessante camera, die A6300. We waren best onder de indruk van de specificaties toen we die zagen. En 4K video, ik denk zelf dat de Sony A6300 een van de beste camera's straks wordt om 4K video mee te filmen voor dat geld in die prijsklasse. Ja. Omdat het ten eerste een APS-C sensor heeft. Tot nu toe heeft Panasonic altijd 4K geboden voor een degelijke prijs. Maar dat was een Micro Four Thirds sensor die daarachter zit. Dat is toch net even een andere kwaliteit. En er werd altijd gebruik gemaakt van een uitsnede om 4K video te doen. En dat is hier eigenlijk niet het geval. Die Sony die sampled de volledige sensor. Ja. En aan de hand daarvan wordt er een 4K beeld gemaakt. Sterker nog, zegt ze zelf in een persbericht, ze pakken een soort 16K sample, doordat ze 20 megapixels pakken aan informatie en die proppen ze in een 4K video. Nou, naar eigen zeggen van Sony zorgt dat voor een veel betere kwaliteit van 4K dan we tot nu toe gewend zijn. Mm-hmm. Nou, dat lijkt me gewoon heel interessant om uit te proberen. Dus ik kan zelf niet wachten om met die camera in ieder geval aan de slag te gaan. Betekent dit dat het voor andere cameramerken dan ook nu veel meer 4K wordt? Ja, wij hadden het net nog even over, we denken het eigenlijk wel. Ja. Want Panasonic komt er nu mee. Die is eigenlijk nu al een tijdje ermee aan het promoten. Mm-hmm. Nou, Sony die heeft nu ook dus een hele goede A6300 4K camera. Ja. De grote vraag is natuurlijk, tenminste dat heb ik altijd zelf, wanneer gaan Nikon en Canon dat doen? Ja. Ja, D500, daar zit het ook al in. Dat is ook een APS-C. Maar het is geen instapmodel. Maar dat is absoluut geen instapmodel. Nee, dus de vraag is wanneer dat in die instapmodel. Ja, ik kan me goed voorstellen dat toch de eerstvolgende, bijvoorbeeld de 800D, dat daar 4K in zit. Het zou gewoon kunnen. Het zou kunnen, ja. Omdat ze moeten met die concurrentie mee dan, zeg maar. Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant zijn ze wel altijd heel voorzichtig. Ja, dat is het feit dat het nu pas in die topmodellen zit. Ja. En daarvoor alleen maar in de cinema-lijn van de EOC. Dat zegt toch wel veel. Ja. En ik hoor mensen nu ook wel eens zeggen van
ik koop gewoon een paar goede Nikon lenzen en ik koop daar een instap Nikon camera bij. Ja. Want ja, de foto's zijn bijna hetzelfde. En het kan natuurlijk een gevaar zijn voor Canon en Nikon als zij 4K in hun goedkopere modellen stoppen. Dat ja. mensen dan denken van nou, waarom zou ik nog die 1DX2 kopen? Die heeft ook 4K, maar als ik Klopt. Het voor een fractie van dat bedrag kan krijgen, ja. dan doe ik dat. En dat is het verschil in hoe ze de markt benaderen, denk ik, wat betreft de andere merken. Canon en Nikon, volgens mij zijn dat zulke grote spelers die zeggen, ach, je koopt toch wel een Nikon, je koopt toch wel een Canon. Je hebt toch die lenzen. Wij hebben de lenzen, weet je. Kom maar naar ons. Ja. En dan heb je zo'n Panasonic die zegt, wij willen 4K en alles. En we gaan er post-focus aan toevoegen. En we doen dat bij alle modellen die we hebben. Weet je, dus die verschillende instellingen, dat zie je heel duidelijk. En ik had een keer gehoord dat iemand heeft met Canon gepraat, was in een interview. En toen werd er ook gevraagd van wanneer gaan jullie 4K introduceren in al die wat lagere segmentcamera's. En ze zeiden ja, als de markt dat vraagt. Weet je, dus dat was zo'n antwoord dat ik dacht, ja, oké, dat is dus typisch. Weet je, dus volgens mij hebben ze het klaarstaan in de kast. En als iedereen het doet, dan halen zij hem ook uit de kast. Ja. Volgens mij is dat een beetje hoe het gaat werken. Ja, dan stappen ze erbij in en dan, dan moet het maar. Gaan ze mee. Ja. Ja. Dus dat is de vraag. Maar daarom is die Sony wel leuk. Zeker. Dat, ja, dan zie je dat het er steeds meer in komt. Ja, want Sony is ook een grote speler natuurlijk. Ja, ja. Sony is denk ik na Canon en Nikon de grootste. Ik dacht dat ze 13% van de markt hadden. Na Nikon en Canon die ieder in de 30% zitten, waarvan Canon nog de hoogste. Dus die kunnen daar redelijk mee scoren in ieder geval. Ja, precies. Misschien brengt het wat teweeg. Dat zou leuk zijn. Het zou mooi zijn. Dat is de goede manier van marktwerking, zou ik zeggen. Ja. Dat wil je zien. Maar ja, we moeten het afwachten. Ja. Regine Paassen vraagt ons, wat voor apparatuur heb je nodig om half onder en half boven water foto's te maken? Is het alleen te bereiken met een spiegelreflexcamera met een duur onderwaterhuis? Of is het ook haalbaar met een waterdichte point-and-shoot? Wat zij natuurlijk bedoeld zijn van die foto's, hè, waarbij je dan zeg maar, onder water hebt. En dan heb je het wateroppervlak en dan zie je nog een stuk boven water. En dat beide onderdelen juist belicht zijn. Ja, ik vind dat spectaculair om te zien. Ja, super gaaf. Want je ziet ineens een soort van verborgen wereld. Ja. Die normaal gesproken, zie je één van beide. En, ja. We hadden daar ook al een aantal series van op de website. Hè, met ijsbergen en dat je ineens onder die blauwe gloed ziet. Nou, supermooi. Ja, dat soort foto's die wij plaatsen, die zijn vaak wel gemaakt met zo'n dure onderwaterbehuizing. Ja. Een point-and-shoot, ja, het is lastig. Jij hebt het wel eens geprobeerd. Ik heb het geprobeerd. Het was geen succes. Ja, nee, ik heb nog steeds de Olympus TAF TG2. En dat vind ik best een leuke camera. En daar heb ik op vakantie ook eens even mee geprobeerd om dat zo half te doen. Mm. Maar je merkt dat ten eerste die lens is veel te klein. Dus dat water is boem boven of onder. Dat is bijna onmogelijk om in het midden te krijgen. Met een onderwaterbuizing heb je natuurlijk zo'n stuk glas aan de Precies, je hebt een enorm stuk glas. Dus dat kun je gewoon een soort van halverwege doen. Ja. Die sensor is veel te klein. Dus je hebt JPEG'jes. Ja. Nou, daar is het dynamisch bereik echt helemaal niks van. Hmm. Vaak is boven veel feller belicht dan onder. Dus dan moet je, dat is een hele andere belichting. Dus die twee gaan elkaar uitsluiten. Dus je hebt of onder is het veel te licht of boven of andersom. Dus dat krijg je niet goed, die twee werelden op een point-and-shoot, zou ik zeggen. Maar wat wel interessant was, dat was dat iemand op Facebook daar zei. En dat vond ik eigenlijk heel erg leuk. Die zei, je moet een aquarium nemen. Ja. Je pakt een aquarium, nou, die zet je in het water, daar leg je je camera in en dan heb je die scheidingslijn heel duidelijk te zien. En, en nu ik over nadenk, denk ik, dat is zo gek. Met de lens tegen het glas aan, zodat je niet die reflectie hebt. Ja, met de lens tegen het glas aan en dan maak je de foto. Dus dan zit je half onder water, half boven water en die scheidingslijn die is gewoon duidelijk te fotograferen. Ik vond het eigenlijk een hele grappige oplossing. Ja. En ik denk dat het, dan zou je misschien met een point-and-shoot het voor elkaar kunnen krijgen. Maar ik zou het niet willen doen met een point-and-shoot. Ik denk bij ideale omstandigheden ook. Dus dan moet het zonlicht moet perfect zijn. Dan moet het water heel licht zijn ook. En, ja, dus in de Noordzee zou dat niet lukken. Ik zou dat niet bij Scheveningen gaan proberen, nee. Daar is ook niks te zien. Dus ik weet niet of je de pier half onder water of daar in één keer een koraalrif verschijnt. Maar ik denk het niet. Ja. Dat is een beetje de oplossing daarvoor. Ik bedoel, waar haal je een aquarium vandaan op vakantie? Als je even op het strand bent.
Ja, en je neemt het ook niet mee of zo. Nee, op zich is dat niet iets wat je in de koffers doet. Nee. Oh, en trouwens, nog iets anders. Je hebt natuurlijk dure onderwaterbehuizingen, maar jij kwam ook nog een soort onderwaterzak tegen. Ja, precies. Er zijn andere mogelijkheden om je camera dan die dure onderwaterbehuizing, om dat mee onder water te nemen. Ja. Er is een bedrijf, Dicapec, als ik het uit mijn hoofd doe, die maakt onderwaterbehuizingen. En dat is een soort zak, daar zet je die camera in. Die rol je helemaal dicht en dan is die soort van afgesloten, echt helemaal afgesloten. En dan heb je nog aan de zijkant van die kleine rubberen gaten om dan met je vingers nog instellingsknoppen te kunnen bedienen. Ja. En dat werkt op zich wel. Alleen ja, zou ik daar mijn 5D Mark III in gooien en hulppatee het water in springen? Dat moet je wel durven in ieder geval, want het is een 60 euro oplossing bij wijze van spreken. Ja. En dus daar moet je natuurlijk aan denken dan als je met een dure camera werkt. Ja, dus ga ermee aan de slag, zou ik zeggen. Probeer gewoon eens wat. Ja, je kan met een point-and-shoot, dat zou ik niet doen. Dat zou ik niet op rekenen dat werkt ook. Maar met een gewone spiegelreflex, dan met zo'n goedkope onderwaterbehuizing. Het scheelt natuurlijk, die onderwaterbehuizingen die zijn gemaakt om 10, 20 meter onder water te gaan. Maar als je half onder water, een beetje half boven, dat is precies waar zo'n Dicapec dan handig kan zijn. Ja, ja, ja. We hebben ook een aantal mooie foto's uitgekozen uit onze Lasers Gallery. Maarten en ik hebben allebei weer een foto uitgekozen, die gaan we even bespreken. Ja. Die van mij is deze van J. Murray. En best wel dramatische zwart-wit foto in een kerk. En er gebeurt hier van alles. En wat mij heel erg aanspreekt is dat je toch behoorlijk veel dynamisch bereik ziet in deze foto. En dus hij is heel goed belicht. Ja. Zelfs in schaduwen zie je nog best wel veel. Dus wij waren benieuwd of dit een HDR-foto is. Die is omgezet naar zwart-wit. Ja. Of het meerdere belichtingen zijn. Ja. En daarnaast heb je gewoon een patroon op de vloer wat heel erg jouw ogen naar de diepte trekt. En sowieso is er veel diepte in deze foto, wat mij heel erg aanspreekt. Ja, en wat ik ook zelf heel tof vind, is die pilaar, hoe die geplaatst is op de foto. Niet in de kerk zelf, dat snap ik wel. Ja, die is best wel nodig. Ja, die is best wel nodig, die pilaar. Maar op de foto staat die heel goed. En daar leidt ook de aandacht op een gegeven moment een beetje naartoe. Ja. En het heeft iets mysterieus ook. Kerken hebben dat over het algemeen. Als je daar foto's van maakt, dan is het al snel een soort van stap naar de middeleeuwen terug, zeg maar. Dat is altijd heel klassiek en oud. Ja. Dus dat doet het al wat, dat maakt de foto al wat spannender. Nou ja, dan zo'n vloer erbij en dynamisch bereik. Interessant trouwens, je ziet niet vaak HDR-foto's die dan volgens zwart-wit zijn gemaakt. Mm-hmm. Vaak is HDR impliceert dat mensen juist heel veel detail willen laten zien, ook in het kleurbereik. Ja, dus dan is het interessant om daar dan een zwart-wit foto van te maken. Ja, ja. Dat is soms leuk hè, als je dingen hebt die juist een kleur verwachten, om die dan pats in zwart-wit te zetten. Ja, trek ontzettende aandacht. Ja. Ja, tof. Mooie foto. Mooie foto. Ja, de foto die mij opviel deze week, dat is een foto van Judith Vrucht. En dat is een portret. Wat ik erg tof vind eraan is de compositie. Ik hou ervan als er iets in de voorgrond gebeurt en iets in de achtergrond gebeurt. En eigenlijk zijn hier de lantaarnpaal en het meisje dat tegen de pilaar aan zit, tegen de zuil. Dat vind ik echt een hele mooie compositie. En eigenlijk gaat daar nog een soort diagonale lijn nog onderdoor. Van het gedeelte waar ze op zit, de leuning waar ze op zit, zeg maar. Dus dat is wat mij aantrekt. Volgens mij is dit Groningen. Volgens mij is dit de universiteitsbibliotheek in de achtergrond en is dit het academiegebouw. Okay. Dus dat is leuk om... Volgens mij is dat zo. Laat het weten als dat zo is. Ik ben heel benieuwd nu waar deze foto gemaakt is. Het geheel, de kleuren, een beetje een herfstachtige sfeer. Dat rode haar doet het heel goed. Dat is duidelijk wat versterkt, die oranjige kleur daarvan. Dus dat vind ik heel mooi. De schaduwen, daar lijkt een klein beetje blauw tint in te zijn gebruikt. En dat is natuurlijk een complementaire kleur van die oranje kleur. Dus om dat in de schaduwen te doen, dat is heel slim. Want dat complementeert elkaar heel mooi. Dus dat vond ik eigenlijk heel mooi aan de foto. En hij is rustig, hoewel er veel op gebeurt. Je ziet een boom, je ziet daar een gebouw in de achtergrond en je ziet iemand zitten tegen een pilaar. Maar de foto oogt heel rustig. Ja. En dat komt ook door die onscherpe achtergrond. Dat vind ik zelf heel mooi. Enige jammer is, en dat is zeg maar dat het raam van het gebouw ernaast, dat net even iets moderner is dan de lantaarnpaal en de boom
en het meisje dat daar zit. Dus dat is net, het breekt net een beetje dat je denkt, oh, we zitten wel in de moderne tijd. Maar met die kerk hadden, ja, daar zie je alleen objecten die eigenlijk zo uit de middeleeuwen kunnen komen. En hier wordt het doorbroken. Maar dat maakt niet uit op zich, dat is geen minpunt of zo. Maar dat, dat valt op dan. En, maar hele leuke foto. Viel me op. Ja. Dit was weer de 7e Digifoto Pro Q&A. Bedankt voor het insturen van al jullie vragen. We hopen dat jullie goed antwoord hebben gekregen. En als je vragen hebt, laat het ons weten. Laat het onder dit artikel weten. Je kan ook altijd mailen. Maar volgende week verschijnt er ook weer een nieuwe Q&A. Tot dan.